In deze video ga ik het hebben over krachttraining en met name over krachttraining voor vrouwen. Wat het voordeel is van krachttrainen is... Er zijn heel veel voordelen, maar ik denk dat ik het grootste voordeel vind is dat je het supergoed thuis kunt doen. Ja, nog een voordeel is toch zeker wel dat je krachttraining super snel gaat zien. Ik snap er dus echt niks van dat je het zo weinig ziet en dat er zo weinig vrouwen zijn die het doen. Maar het komt misschien ook wel omdat het wel een beetje spannend eruit ziet. Als je in de sportschool komt, dan is het krachthonk namelijk altijd bezet door allemaal mannen. En meestal zijn ze heel gespierd. Soms lopen er een paar vrouwen, die zijn dan meestal ook heel gespierd. Dus het is niet zo snel dat als je op de sportschool komt, dat je denkt, nou, ik ga dat eens even uitproberen hoe dat moet. En daarom ga ik dit filmpje gebruiken om uit te leggen hoe je hiermee begint. Je hebt ook dumbbells. Daar staat gewoon op 1 kilo en die kun je niet veranderen. En 5 kilo en zo, maar dan heb je gelijk heel veel gewichten nodig. Is niet zo praktisch. Dus ik leg je uit wat het meest praktisch is om te hebben. Ik zou adviseren om iedere 6 weken je schema te veranderen. Dus dan hou je hem 6 weken lang hetzelfde. Dat is best wel lang. Daardoor is het ook wel redelijk makkelijk. Je hoeft niet iedere keer iets anders te verzinnen. Nou, dus voor 6 weken maak je een schema. Ik heb ook een lijst bijgevoegd met alle oefeningetjes. En dus je kan alles echt super flexibel inrichten, helemaal naar je eigen wens. En dat kun je dus makkelijk doen door gebruik te maken van de papieren die hierbij zitten. En als je het leuk vindt, dan kun je dus de volgende film bekijken waarin ik mijn training laat zien en waarin je dus ook direct je eerste schema krijgt.